Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin dat we opnieuw een vraag van een volger of een klant gaan beantwoorden. Eerst en vooral dankjewel voor jullie vele vragen. Ik vind het geweldig om op deze manier te mogen van dienst te zijn en om opnieuw helderheid te mogen brengen in de chaos dat we allemaal ervaren. Vandaag gaat het thema over zelfdoding. En vooral, ik heb de titel gekozen om het... ondertussen wat de titel is, maar de titel is dus waarom zelfdoding oplossen. Ook al gebeurt dat het vrij klant, of dat inderdaad klopt, dat die zielen die dan zichzelf van het leven hebben ontnomen, dan inderdaad in de duist echt ze eigenlijk op dat punt acht hebben, die niet in lijn is met hun zielsplan. Want zij zei van, ja, alles is toch onvoorwaardelijk liefde, en hoe is het dan eigenlijk mogelijk dat je dan toch in duisternis gaat eindigen? Nu... Net zoals met alles is het eigenlijk een niet zo eenvoudig te beantwoorden vraag, gewoon ja of nee. Want alles maakt deel uit van een hoger plan, waar dat we eigenlijk zelf ook maar een deel kunnen zien. Dus inderdaad, wanneer dat mensen vanuit een vrije wil een einde maken aan dit leven, dan komen ze niet terecht in het duister. Onthoud, het gaat dat altijd duidelijk zijn, maar dat vraagt natuurlijk nog wat meer uitleg. Alles is inderdaad onvoorwaardelijke liefde. Maar wat er wel gebeurt, is zielen eigenlijk verdwaald raken, omdat ze de weg terug naar een hogere zelf niet vinden. En ze dwalen dan eigenlijk rondom de aarde in hun energetische vorm en weten eigenlijk soms zelfs niet dat ze dood zijn. Nu, hoe komt dat? Omdat ze vervroegd een einde gemaakt hebben aan hun leven, dan... zou je eigenlijk kunnen zeggen dat er niet echt een team klaar is die hen opvangt. En hoe dan, hoor ik je denken, hè? Want er is altijd wel een team van lichtwezens bij je. Ja, dat klopt. Maar als je versneld een einde maakt aan je leven, dan wil dat ook zeggen dat je belangrijke zielslessen nog niet geleerd hebt. Waardoor dat eigenlijk het juiste team van specialisten, die normaal gezien voor je klaarstaat om je te begeleiden bij die overgang van energie in een fysieke lichaam naar terug volledig energetische vorm. Dat team is eigenlijk nog niet klaar. Dat team staat nog niet klaar voor jou. Dus dat is al één punt om rekening mee te houden. Een andere is dat zodra je eigenlijk weer opnieuw energie bent, en dus eigenlijk je fysieke incarnatie, je fysieke lichaam losgelaten hebt, dan geef je de wereld ook weer vorm zoals dat jij denkt dat het is. Net zoals dat we nu ook al doen, alleen weten we dat eigenlijk niet, of weten we heel veel mensen dat niet, dat we dat eigenlijk op dit moment ook al doen. Maar dus als je dus opnieuw een ziel bent, enkel als energie, zonder het fysieke lichaam, zonder de beperkingen van het fysieke lichaam. En als mens had jij de overtuiging dat er niets is na de dood, dan kan het zijn dat die ziel terechtkomt in een astrale dimensie, waarbij hij of zij enkel zijn eigen angsten vorm geeft. En vandaar ook de inspiratie voor heel veel Hollywoodfilms natuurlijk. Maar dat is dus eigenlijk een dimensie waarin dat alles wat jij denkt, alle angsten, alle dromen, eigenlijk kunnen vormgegeven worden en ook als realiteit worden aangevoeld, ervaren. En dus dergelijke zielen gaan op zoek naar het licht. En dat maakt dat ze dan ook bij zielen terechtkomen met de hoogtrillende energie. Dat gebeurt ook regelmatig bij mij, maar dat gebeurt ook regelmatig bij kinderen bijvoorbeeld, omdat die van nature een veel hogere trilling hebben. En dat komt omdat hun energie lijkt op de energie van de bron, doordat die zo stralend is. Dus energieën zien geen fysieke lichaam, ze zien enkel onze energie. Nu, als je hiermee in aanraking komt, vrees dan niet. Maar weet dat je hen verder kan helpen door heel eenvoudig een gouden tunnel te visualiseren. Helemaal doorheen je plafond van je huis of waar je dan bent. En op die manier begeleid je de ziel eigenlijk naar die gouden tunnel. En geef je hen de boodschap om daar doorheen te gaan. Want dan help je hen om terug te keren naar hun eigen bron. Wat dan maakt dat je weer een stukje gezuiverd en geheeld hebt in je omgeving, hier op aarde. En eigenlijk ook weer een energie verder hebt geholpen. Hieraan gekoppeld is het belangrijk om jou er ook op te wijzen dat deze zielen, of gelijk welke andere energie, jou nooit iets aan kunnen doen. Dat is ook een misopvatting en een angst die verspreid wordt, maar een onterechte angst. Het enige dat ze kunnen is jou uitputten, doordat ze eigenlijk gewoon meeliften en wat energie van jou tappen. En dus ook daar, doe net hetzelfde via die gouden tunnel. En hoe meer jij dat doet, hoe krachtiger jij als energie wordt. En waarschijnlijk ook hoe meer dat je er inderdaad van dergelijke zaken zal aantrekken of naar jou toe zal ontvangen. Maar ook hoe zal zeker dat jij je zal gaan voelen in het omgaan met je eigen energie. Want die kracht heb je. Nu, dat gezegd zijnde, heb jij gedachten van zelfdoding. En is dat de reden waarom je hier op deze video terechtgekomen bent? Of ervaar je depressieve gevoelens of neerslachtige gedachten? Of je kent misschien iemand die worstelt met zijn haar leven? Help hen dan door beroep te doen op jouw lichtteam. Vraag via jouw team hulp aan de lichtwezens van de eenheid, zodanig dat die persoon, die ziel, eigenlijk weer een lichtpuntje zou zien. Hoe klein dan ook, één lichtpunt is genoeg. Dat is het vertrekpunt. Want zelfdoding is niet de oplossing om met het obstakel of probleem om te gaan waar dat je nu tegenaan loopt of waar dat die mensen nu tegenaan lopen. Want tenslotte is het enkel alleen de bedoeling dat je als ziel die les zou leren. Leer je die les niet en kies je inderdaad voor zelfdoding, dan kom je eigenlijk terecht in een cirkel van incarnaties waar je telkens eigenlijk weer dezelfde lessen voorgeschoten krijgt, totdat je uiteindelijk de les hebt geleerd. Dus reik een hand uit naar anderen. Geef hen liefde en toon hen de kracht die in elke ziel verscholen zit. We zijn tenslotte allemaal een andere veruiterlijking, een ander aspect van de bron. Dus elke ziel heeft alles in zich om met welk probleem of obstakel om te gaan. Dus heb jij hulp nodig? Aarzel dan niet om je een mail te sturen via mijn website of zet jouw boodschap hieronder aan deze video. En dan kijk ik wat voor jou op dit ogenblik nodig is. Op welke manier dat jij kan vooruitgeholpen en ondersteund worden. Maar weet dat je sowieso geen slachtoffer bent. We zijn zo veel te lang vastgehouden in die matrix en in het idee dat anderen controle over ons hebben. Zelfs nu nog, in het hele COVID-verhaal, in de ontslagen die gebeuren, in de economische problemen, in de ziektes, en wat dat er dan ook allemaal nu gebeurt in jouw leven. Je bent geen slachtoffer, ongeacht hoe dat jij jou nu voelt. En ik weet het, ik heb het zelf ook meegemaakt. Soms gebeuren er zaken in ons leven waarvan we ons afvragen van waar moet ik dat meemaken? Hoe komt het dat dat altijd met mij over gebeurt? Wat maakt dat die ander zo blij is en gelukkig is? En waarom kreeg ik dat niet? Dat denken, die gedachten bevestigen jou enkel en laten jou alleen maar nog verder vastzitten in dat slachtofferschap. Dus ook daar, probeer daarvan los te komen. En weet dat geen enkele gedachte, geen enkele emotie, geen enkel trauma, situatie of pijn is het waard om jouw levenskracht te ontnemen. Zelfdoding is niet de oplossing, hoe moeilijk en hoe lastig het ook nu aanvoelt en hoe dat het is. Laat mij of iemand anders jou de weg tonen, zodanig dat je weer dat geluk kan voelen, zodanig dat je weer die levensvreugde kan voelen, zodanig dat je voelt dat je opnieuw controle en verantwoordelijkheid hebt over jouw eigen leven. En geef niet langer de macht weg aan anderen of aan de situatie buiten jezelf om jouw leven te domineren. Nu is de tijd om jouw kracht terug te nemen. Ik geloof in jou en ik weet dat je het waard bent. En ik weet en ik voel in elke cel van mijn wezen dat jij ook die kracht in jou hebt. Want wij zijn allen één. En alles waar ik doorheen kon komen en kon overwinnen en nog steeds obstakels tegenaan loop, daar kan jij ook, jij hebt diezelfde kracht en waarde in jou. Dus laat niets of niemand anders jou iets wijs maken. Zelfs de overheid niet. Jij hebt altijd een keuze. Dus het is aan jou om nu voor eens en voor altijd te beslissen dat je niet langer wilt zitten waar je nu zit. En te doen wat dat nodig is om doorheen die donkere tunnel te komen. Want er is altijd licht aan de andere kant. Er is nog nooit geen enkele dag voorbij gegaan waarbij dat het aan het donderen en een hevige regenbui was, zonder dat de zon teruggekomen is. Het is nog geen enkele keer nacht geworden zonder dat het terug dag werd. En ook dat is iets wat dat voor jou zeker is. Ik wens het jou van harte. Laat je niet doen. En gebruik deze video om, als je klein lichtje in de tunnel misschien, maar weet dat je het waard bent. En het is nu aan jou om ook voor jezelf te kiezen. En in alleen veel liefde en licht. Ik wens je heel veel succes.